je bankkaart kopen, geld overschrijven of geld storten op je eigen rekening. Dat gebeurt allemaal via de bank. We vertrouwen erop dat de banken alles correct afhandelen. Maar de banken kunnen fouten maken en in theorie zelfs frauderen. Met blockchain is er geen centrale organisatie zoals de bank die alles regelt en controleert. Blockchain werd voor het eerst gebruikt om bitcoins te verhandelen. Iedereen kan online zelf invullen hoeveel bitcoins hij of zij heeft gekocht of verkocht. Klinkt geweldig als je snel rijk wil worden. Je kan gewoon in het systeem noteren dat je 1000 bitcoins hebt. Maar uiteraard werkt het zo niet. Want als je iets in de blockchain wil aanpassen, moet je via een code wel aantonen dat jij de eigenaar bent van die 1000 bitcoins. Bovendien kan je ook niet iets stiekem in de boekhouding van bijvoorbeeld 2 jaar geleden veranderen. Want typisch voor blockchain is dat om de zoveel tijd de boekhouding als definitief wordt afgeklopt. Op zo'n moment wordt op duizenden computers die meedoen 1 juiste boekhouding vastgelegd. En daar kan niets meer aan veranderd worden, want vanaf dan werkt iedereen met die ene boekhouding. Dat is cruciaal voor blockchain. Want het kan dat er door foutjes of door fraude verschillende versies in omloop zijn, maar op deze manier kunnen de fouten niet opstapelen. Er wordt momenteel steeds meer en meer mee geëxperimenteerd. En wie weet, worden binnenkort copyrights of diploma's van studenten beheerd op de blockchain.